weer bij een nieuwe aflevering van de Kids Reporters. Vandaag gaat de kerk voor 3 dagen open. We gaan vandaag allemaal kijken wat er in de kerk te doen is. En we gaan kijken bij de opening. Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook. Hallo. Ik ben Arno, ik koop hier koffie en lekkere koeken. We hebben hele lekkere dingen allemaal hier. Oh, mogen wij er ook eentje? Zometeen. Je mag eerst lekker rondlopen en dan mag je daarna lekker. Ik heb nog wel wat leuk voor jullie. Ik heb een hele leuke voor. Mag je meenemen? Alsjeblieft. Dankjewel. Heel leuk dat ik bij de start van de cultuur-SMV'en in Zwolle bent. Dan ga ik het nu zeggen dat wij hier als eerste locatie openen. Voor de Zwolse cultuur-estafette en geef ik dan de denkbeeld, het stokje, aan jou, Colin. Jullie mogen gewoon lekker blijven luisteren of rondkijken. Voel je vrij en geniet ervan. Heel mooie muziek. Dankjewel. Heel leuk dat je hier aan het optreden bent. En mijn eerste vraag is, hoe vind je het om hier te kunnen optreden? Ja, ik vind het super bijzonder. Toen ik het te horen kreeg, toen dacht ik, yes, eindelijk weer voor mensen, voor echte mensen. Want je zit de hele tijd voor een camera te zingen. Dat doe ik dan nog wel, livestreams. Maar het is al heel lang geleden dat er echt mensen bij me luisteren. Prachtige kerk ook, prachtige galmbak. Dus het klinkt nog mooier hier. Dus ja, zeker heel leuk. Wat vind je ervan dat de kerk nu open is? Ja, dat vind ik echt tof. Een heel goed initiatief. Ook fijn dat nu kan en dat we deze testfase in mogen gaan met z'n allen. En ik hoop dat het veel vaker nog gaat gebeuren en dat uiteindelijk de samenleving zo weer een beetje op gang mag komen. Ja. En ik begreep dat jij de dochter was van de zandtovenaar. Ja, supergoed. Ja. Kan je dan zelf ook een beetje met zand? Of, Totaal niet. Helemaal niet. Mijn zus wel, maar ik heb daar geen talent voor helaas. Ja. Nou, ik heb nog een vraag. Kan je een liedje voor ons spelen? Oh, jazeker. Ik pak even mijn gitaar erbij. Ik heb net een nummer geschreven. Ja, ik heb heel veel nummers. Even kijken. Oké, komt-ie. Someday, you need to be brave. Sometimes you have to make up your mind. Sometimes the best thing to do is to move on and don't look behind. Dankjewel. Ja, heel erg mooi. Lief, dankjewel. Heel erg bedankt voor deze tijd en jij ook heel erg bedankt. Heel veel succes. Dankjewel, jij ook met alles. Oké, fijne dag. Hetzelfde. Doei. Nou, mevrouw de wethouder, wij zijn Jada en Lucas. En wij zijn de Kids Reporter van het Academiehuis. Leuk. Wat betekent dit voor Zwolle, dat dit open mag zijn voor 3 dagen? Nou, dit betekent heel veel voor Zwolle, want we zijn natuurlijk al heel lang gesloten geweest met de cultuur. En iedereen die snakt naar om weer cultuur te proeven, te beleven, om dingen weer te zien, mooie dingen. En ja, dat zie je hier, hè, hier binnen. Bent u al getest? Ja, ik ben getest vanmiddag. Uiteindelijk is daar uitgekomen dat ik negatief ben, dus ik ben corona-proof. Zeg maar. En wat vindt u dan het mooiste plekje van deze kerk? Nou, wat ik heel mooi vind is eigenlijk wel de top, hè? De engel die bovenop de kerk staat. Die vind ik heel mooi. Hoe vindt u het dat u dit voor 3 dagen mag openen?
Ja, dat is heel fijn dat je natuurlijk wethouder van cultuur bent. Want dat is een heel erg mooi onderwerp om daarmee bezig te zijn. Dus dan mag je dit soort leuke dingen doen. Nou, heel erg bedankt. En, geen dank, jullie dank. Voor ja, plezier nog. Succes ja. Hè, in je reporterscarrière. Nou, ik ben Jada en ik heb begrepen dat u de directeur bent. Hoe vindt u het om hier weer mensen te mogen ontvangen? Dat vind ik echt fantastisch. Het is gewoon een heerlijke dag vandaag. En wat betekent dit voor Zwolle, dat dit weer even open mag? Nou, we doen met z'n vier instellingen, hè, dus theater, Hedon en de fundatie, hebben we deze hele maand dit soort proefopenstellingen, heet het. Ja, dat betekent dat cultuur Zwolle in zijn geheel, hè, met al die verschillende instellingen, weer even iets van zichzelf kan laten zien. Dat is wel uniek hoor. Ja. Want in Nederland zie je dat niet veel, dat een stad zoveel mogelijkheden biedt. En wat is dan uw lievelingsplekje van deze kerk? Nou, weet je, als ik in de kerk kom, dan zeg maar, is er één plek wat ik heel erg mooi vind. Dat is namelijk als je hier rechtdoor loopt en je kijkt zo op de consistorie en op het orgel. Dat vind ik zo'n mooi gezicht. Dat vind ik een heel mooi plekje. Nou, bedankt dat ik u mocht interviewen. En nog een fijne dag verder. Dankjewel en leuk dat je er bent. Tot volgende keer. Doei!